150 werkzoekenden met een uitkering kwamen vrijdag in contact met opleiders en potentiële werkgevers tijdens het Continuous Learning Event van Microsoft en UWV op Schiphol. Het is de tweede keer dat Microsoft en UWV de handen ineenslaan om ICT'ers met een WW-uitkering te helpen om een baan te vinden. Partner Matchcare koppelde werkzoekenden aan werkgevers zoals Centric, het ministerie van Defensie en KPN. Ik denk dat de ICT-sector in het bijzonder er een is die zich in enorm rap tempo ontwikkelt. Dus als je niet uitkijkt, heb je voor jezelf een mismatch te pakken. Sluit je opleiding niet meer aan bij wat er wordt gevraagd op de arbeidsmarkt. En dus is het tempo waarmee misschien de mensen zich in de ICT bij moeten benen om ook het kennisniveau op peil te houden, is hoog. Tijdens het Continuous Learning Event volgen ICT'ers inspiratiesessies en workshops. Hierbij ligt de inhoudelijke nadruk op vakgebieden waar een groot tekort is aan geschikt personeel, zoals Azure Cloud, Business Intelligence en ICT Security. Hier worden nieuwe carrières gemaakt, hier gaan mensen op zoek naar nieuwe werkgevers, hier wordt de aansluiting gevonden met een nieuwe baan. Ik ben al een aantal maanden op zoek naar een nieuwe baan. Eind vorig jaar ben ik wegens reorganisatie thuis komen zitten. Het is wel een wereldje waarin je mensen moet kennen en de juiste weg moet zien te vinden. Hoewel het aantal WW-uitkeringen voor ICT'ers in 2016 met 12% daalde, zijn er in Nederland toch nog 7600 ICT'ers werkloos. Tegelijkertijd is bijna de helft van de ICT-vacatures voor bedrijven moeilijk om te vervullen. Dat blijkt uit UWV Factsheet Arbeidsmarkt ICT, dat op de dag van het event werd gepubliceerd. Wij geloven dat Nederland alle troeven in handen heeft om het icoon te zijn van digitale transformatie. Ik ben dan misschien 54, maar dat wil niet zeggen dat ik niet heel graag nog opleidingen ga volgen. Uiteindelijk moet ik nog minimaal 15 jaar mee, dus laat maar komen zou ik zeggen. De ambitie is dat we minimaal 50 mensen aan een baan helpen. Ik hoop hier goede contacten op te doen en die baan te vinden binnenkort. Microsoft en UWV zullen zich ook in de toekomst samen inzetten om werkzoekende ICT'ers aan een baan te helpen.